In de loop der jaren zijn we al heel wat bijzondere voertuigen tegengekomen onderweg. En ook het afgelopen jaar was het weer raak. Het was in juni, snikhete dag. We rijden op een mooi binnendoorweggetje als er ons ineens een soort dinges tegemoet komt. Nee, grappenmakers, dan bedoel ik niet de gele vrachtauto. Ik bedoel het apparaat dat hier aankomt. Hé, hey, wat staat daar, joh? Een fiets. Nee, joh, dat is een brommer. Dat is een motor. Ja, motor. Ja, we voelden hem al aankomen. Dat wordt keren en erachteraan. Net zo lang totdat we de dinges weer in beeld hebben. It's a bike, Jim, but not as we know it. Een apart ding, joh. Oh, dat heb ik nooit gezien. Dat is wel een bromfietsje. Vraagtekens in de camera-auto. Onze motorrijder neemt het apparaat even mee naar de kant. Het is lijkt als team verkeer. Ik zag dit voertuig rijden. Ja. Die vond ik eigenlijk wel zo bijzonder. Puur uit nieuwsgierigheid. Om het eens nader te bekijken. Ja, dat kan. Dat mag. Dus ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Dus nee, ik was even benieuwd tot wat voor een voertuigcategorie die behoort. Het is een motorfiets. Ja, u heeft een motorfietskenteken, dat zie ik. Ja. De bedoeling van dit model is de luchtweerstand verlagen en daarmee ook het verbruik verlagen. En dat... Net zoals met de lichtfietsen. Ja, dus wij zijn nu samen een stukje aan het rijden, zodat we exact dezelfde omstandigheden hebben. Even hard rijden, even snel optrekken, hetzelfde weer, dezelfde weg. En dan gaan we aan het eind kijken wie het meeste moet tanken. Dus dit is onze testrit. En hoe geeft u richting aan? Nou, je ziet hier, er zitten de achterlichten in van een Volkswagen Passat. Ja. En dat is ledverlichting. Dan hebben we hier remlicht. Ja. En dit is knipperlicht. Oké, ik vind het heel bijzonder. Heeft u een kentekenwijs erbij? Ja. Om te tonen. Kijk, toen ik bij de RDW was, heb ik ze gevraagd om een brief voor mij te schrijven. Als ik nog een keer aangehouden zou worden, dat ik dat dan kon laten zien. Ja. Het betreft de ombouw motorfiets. Kort en goed, we hebben dus gewoon met een motorfiets te doen. Nou, sorry voor het oponthoud. Ja, succes hè. Dank u. We waren aan het rijden met de twee dezelfde motorfietsjes. Alleen de ene in standaard uitvoering en de andere dus met stroomlijn. En het idee erachter is om te kijken wat dat nou scheelt in verbruik. Want daar is het ook om begonnen. Die stroomlijn zit erom om de luchtweerstand omlaag te krijgen en om zo dus het verbruik ook omlaag te krijgen. En toen hebben we gereden 260 kilometer... We hadden iets van een kleine 60 gemiddeld. En het verbruik was voor de stroomlijner was 1 op 94 en voor de niet-stroomlijner 1 op 56. Goedemorgen, dat is nogal een verschilletje. Ja, dat is een enorm verschil. Als je met een motorfiets zeg maar, tussen 100 km per uur rijdt, dan is van alle weerstand die je moet overwinnen, is 90% of meer is luchtweerstand. En de rest is een beetje rolweerstand. Dus dat gaat allemaal op aan die grillige vorm die motorrijder heeft. Dat is een beetje jammer. En ja, omdat die vorm van die motorfiets zo slecht is, is het ook eigenlijk heel makkelijk om hem te verbeteren. Dus een vorm eromheen, om hem gladder te maken, dat levert ontzettend veel op. Maar hoe ben je nou op dit idee gekomen? Nou, dat komt eigenlijk vanuit de fietsen. We maken al, al vele jaren maken we lichtfietsen. En dan vooral gestroomlijnde driewielers. Er is er ook een keer eentje in Blik op de Weg geweest. En uit ervaring weet je dus dat dat heel goed werkt. Als je zo'n fiets ontwerpt, dan probeer je ook om het ding zo efficiënt mogelijk te laten draaien. En elke keer als je iets doet wat hem efficiënter maakt, dan merk je dat. Want dan fietst hij harder of lichter en makkelijker of prettiger. Ja, dat gaat in je zitten. En als je dan een motor ziet, dan denk je, oh, maar dat is toch de aerodynamica, dat kan toch zoveel beter. En dan is dit is nog lang niet het beste wat mogelijk is. Maar dit is wat haalbaar is voor mij. Wat het verbruik dan weer nadelig beïnvloedt, is het feit dat je vast telkens weer door de politie aan de kant gezet wordt. Ik heb het een keer eerder gehad in Den Haag. En toen mocht ik niet verder rijden. Toen is hij meegenomen voor onderzoek. Ze dachten dat de veranderingen zodanig waren dat het op de papieren vermeld moest worden. En dat je daarvoor dus naar de RDW moest. Toen ben ik dus bij de RDW geweest, omdat de politie mijn papieren naar de RDW had gestuurd. En die zagen daar geen bezwaar in. Je mag veel aan de motorfiets veranderen. Je mag een ander zadel, een andere tank, andere kuip delen. Nou, dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Zolang je maar niet aan de basis komt, en dat is het frame. Als je de wielbasis verandert met meer dan 50 mm, dan moet je naar de RDW. Maar zolang je dat niet doet, ja, mag je eigenlijk best wel veel met de motor. En dan naar het belangrijkste voor de motorrijder zelf. Stuurt dat nog een beetje, zo'n apparaat?
Ja, ja, je kunt er goed mee rijden. Nou, je hebt beelden gezien, dus dat is goed te doen. Er zijn natuurlijk een paar dingetjes waar je wel op moet letten. Je zit in die stroomlijn, deze sluit helemaal. En je kunt je voeten op de grond zetten. Maar je kunt, als je dreigt om te vallen, dan kun je niet je been helemaal uitsteken om een dreigende val te voorkomen. Eén keer is het me overkomen. Onverwacht rolde mijn voorwiel in een kuil. En ik verloor mijn evenwicht, ook bij een straatje keren. En ja, toen ben ik omgerold. Ja, schade, krassen, achterlampje stuk. Ja, en dan is het huilen en repareren.